opgekeken naar aanleiding van dit interview met Fred van der Hoorn. En hij gaat ervoor pleiten. Hij gaat zich hard maken dat Fred van der Hoorn technisch directeur gaat worden bij FC Den Bosch. FC Den Bosch Cambuur Leeuwarden, uiteraard met Fred van der Hoorn met een paar schoenen met schroefnoppen, met een paar schoenen met rubbernoppen, een tikkie boos op het bestuur, maar hij gaat ervoor en wil Den Bosch in de Eredivisie blijven, en dat willen ze natuurlijk dolgraag, het bestuur, de spelers en die trouwe M-site, dan moeten ze winnen, en het liefst met grote cijfers van Cambuur Leeuwarden. In Den Bosch is voor ons niemand minder dan Mark Terloo. FC Den Bosch weet wat het moet doen vanavond, en dat doen ze met deze man, Fred van der Hoorn, die zijn laatste thuiswedstrijd speelt. Den Bosch in balbezit via Pelen, bal voor het doel, de stad Moerad, die kopt en de vingers van doelman Power. 6 minuten zijn we bezig in het Eco-stadion in Den Bosch en de eerste mogelijkheid voor de thuisploeg. Pelen met de verdediger voor zich, gaat dus weer terug. En dan de bal naar Jan Michels. Simpel afgetroefd door Domasoglu, maar het balbezit blijft voor Den Bosch Plum. En wederom de vingertoppen van Kees Power. De druk van FC Den Bosch is duidelijk voelbaar. En Cambuur komt er maar magertjes uit. Hij gaat veel via de linkerkant, via deze Patrick Pelen, die een goede wedstrijd speelt tot nu toe, maar nu dus afgestopt wordt door Domasoglu. Vrije trap dus voor FC Den Bosch. Wie anders dan Fred van der Hoorn? Van de Ede net niet. En daar Thies Heldens wel. Het heeft 27 minuten geduurd. De score is geopend met dank aan deze man. De rechtsback van Cambuur, Thies Heldens. 1-0, een bevrijdend doelpunt voor FC Den Bosch, dat wel. Het had het meerdere van het spel tot nu toe, maar kon dat niet uitdrukken in doelpunten. Van der Heijden. Er wordt gelopen door Abma, daardoor krijgt Van der Heijden veel ruimte. En dan Goudmeij met het schot. Goed geblokt door Van der Hoorn. En dan de voeten van de Jong. Bergen misschien? Nee. Even een speldeprikje van Cambuur. Maar tot nu toe dus Den Bosch, dat volop in de aanval is. Het is tot nu toe geen hoogstaande wedstrijd. Van den Ede gebruikt goed zijn lichaam. Michels niet. Van den Ede nu dan weer. Speelt zichzelf prima vrij. Van den Ede. Dit had 2-0 moeten zijn voor Den Bosch. Bart van den Ede de clubtopscorer. Ja, aan de vervangende man op de bank bij Cambuur ziet het allemaal gelaten toe. Henny Lee. Mooie paas. Mooi door de verdediging gestoken. Pelen moet die bal voorzetten. Wie staat daar? Niemand. Ja, Verjeda. Nee, dan is het Michels. Michels weer net niet. Je kunt gewoon zien dat de 22 spelers op het veld er aardig doorheen zitten. En dat net elke keer dat laatste stukje er niet is. Veldman. Met een gelukje komt die bal bij Bergen. Van der Hoorn. Ja, die bal gaat door zijn benen. Dan de redding van de Jong. Op de inzet van Sander van der Heijden. Daar komt Den Bosch goed weg. Het zijn dus van die kleine momenten. Meer laat Cambuur niet zien. Maar het is genoeg om Den Bosch toch enigszins angst in te boezemen. Mooie paas van den Ede, geen buitenspel. Bal nu goed leggen, misschien naar het centrum of doet hij het zelf. Hij zou het nu zelf kunnen doen, wil die bal neerleggen voor Michels. Ja, dan zit daar Domasoglu weer tussen. Het is iedere keer een tik te veel. Gert Kruijs, de nieuwe trainer dus van FC Den Bosch, wil niet coachen. Laat dat over aan Henny Lee. Hier misschien Moerad met de mogelijkheid, ja! Kort naar rust. 4 minuten zijn we bezig in die tweede helft. En het is Moerad die de 2-0 aantekent. En dat zou betekenen dat Den Bosch nu wat vrijer zou kunnen voetballen. Ze hoeven het spel niet meer te maken. Maar een prachtig schot van Moerad. Die er dan voor moet zorgen dat deze man, William Vloed, met wat meer rust in de omroepcabine zit. Hij dus herstellende van een Achillesblessure. En hier wederom een doelpunt. Het is centrale man achterin dus bij Den Bosch die mee naar voren gaat, Peter Uneken. Die een bal kreeg van Pelen hier vanaf de linkerkant. En die in de 55ste minuut 3-0 aantekent. Het wordt een afstraffing voor Cambuur, het wordt een afstraffing voor deze man Pauwen. Cambuur in balbezit via Goudmeij. Plum moet die voorzet eruit halen, dat lukt niet. Komt die bal voor het doel, daar staat dan Cairo. Maar die kopt de bal over het doel van Max de Jong. Eerste gevaarlijke moment van Cambuur in de tweede helft. Het oppikken aan de linkerkant door Pelen, die een prachtige wedstrijd speelt tot nu toe. Hij is een plaag voor de verdedigers. Kijk eens, dan kunnen ze hem alleen stoppen, maar voordeel wordt gegeven. Nee, toch gefloten door scheidsrechter Havekort. Vrije trap genomen. Het inkoppen is daar van Peter Uneken. Mooi gedaan door de centrale man Peter Uneken.
De bal vanaf de linkerkant. Unicum die ruimte krijgt van Ruud Berger. En die dan de marge weer wat ruimer maakt voor FC Den Bosch. Faber brengt de bal in van de Ede en de vingers van Pauwen. Ja, FC Den Bosch is nu los. En probeert natuurlijk een goede score neer te zetten, want men weet ook wat er in Roosendaal gebeurt. Jan Michels, hop, daar is de 5-0 met nog een kwartier te spelen. Zelfs de kleine Jan Michels pikt zijn goal mee in deze wedstrijd. En krijgt dan ook mooie woorden van Fred van der Hoorn. Hier de hoekschop. Het is weer Unicum die zijn waarde bewijst. Jan Michels die wat ruimte krijgt en die een mooie omhaal forceert. 5-0 dus. We hebben nog minder dan 10 minuten te spelen. De overwinning voor Den Bosch natuurlijk een feit. Alleen de grote vraag is nu, wat gebeurde er in Roosendaal? Want ja, dat weet men hier niet precies. De Jong zet de muur neer, de vrije trap. Goudmijn misschien? Nee, het wordt invallen van Gesthuizen. De bal wordt van richting veranderd. De Jong met de hand en daar is Berger. En dan is het 5-1. In de 83ste minuut. In ieder geval dan een doekje voor het bloeden bij Cambuur. De vrije trap van Gesthuizen verandert in de muur van richting. En dan het handje van de Jong dat net te weinig is. Berger tikt binnen. 2 minuten voor het einde van de wedstrijd gaat Fred van der Hoorn naar de kant. De man die aan zijn 11e seizoen bezig is hier in Den Bosch. 38 jaar oud. Een prof in Hardenieren. Speelde bij Dundee United, bij Eendracht Aalst. En krijgt nu de kussen en de complimenten van zijn vrouw en dochter. Slotfase wedstrijd. Unicum moet die bal terugspelen naar Max de Jong. Ja, je moet natuurlijk niks meer laten gebeuren. De Jong wordt opgejaagd door Cairo. De Jong schiet die bal gewoon de tribune in, De Jong. Ja, dan komt daar Dominique van Dijk. Ja, voor hem dan een koud kunstje om 5-2 aan te tekenen. En dit kan wel eens een kostbaar doelpunt zijn. Want ook hier weet men dat RBC Emmen gelijk staat. En dan betekent het dat dit doelpunt de score qua doelgemiddelde in het nadeel brengt van FC Den Bosch. Het publiek is in ieder geval tevreden. 3 punten zijn in Den Bosch gebleven. En de ploeg van William Vloed is nog steeds niet uitgeschakeld in strijd tegen degradatie. Ja, we hebben gewonnen. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En ik denk, het publiek heeft zich voorbeeldig gedragen. Iets wat ze in de toekomst moeten blijven doen, denk ik. Want het is de afgelopen week is gebeurd. Dat is Den Bosch onwaardig. En die jongens moeten echt aan de oren getrokken worden. Er moet uitgebannen worden in Nederland. En dus ook hier. En het afscheid, ja, ze hebben er wel iets van gemaakt. Dus dat was heel erg leuk. Ik had het zeker niet verwacht dat ik tranen zou laten. Zo zit ik normaal gesproken niet in elkaar. Maar ja, het is toch 19 jaar is niet niks. En ze draaien het plaatje wat ik altijd draai als ik hier naar het stadion toe rijd of naar de wedstrijd toe. Dus ja, het sprong me wel een brok in mijn keel. Tranen voor Fred, tranen voor zijn vrouw en tranen voor zijn dochter. En terechte tranen na heel veel emotionele jaren bij Den Bosch. En Fred die gaat gewoon blijven als technisch directeur, geloof me maar. Dan weet u dat Gert Kruis, de trainer, was van Cambuur. De trainer wordt van tegenstander van Den Bosch vanavond. Cambuur, dus hij gaat de trainer worden van Den Bosch. En heeft Cambuur zijn sportieve plicht wel gedaan, vraagt Camille Muller aan Kenneth Goudmijn van Cambuur. Kruis heeft iets heel goeds gedaan voor de club, maar ook voor Den Bosch om voor de na-competitie te zeggen van ik doe een stapje terug, zodat we daar geen gezeur over krijgen. En dan weet je dat dit, als deze wedstrijd eraan komt, dat mensen daar toch wel over gaan praten. En ik heb nog nooit een sporter meegemaakt die iets moedwillig weggaf. En dat hebben wij ook niet gedaan. Dus de volgende wedstrijd tegen RBC ook gewoon 100%? Ja, we gaan elke wedstrijd 100%. Alleen het verschil is wel dat als je echt moet en je staat achter, dan kan je nog een stapje extra zetten. En als je 2-3-0 achter staat en je weet dat je uitschakeld bent en je weet dat je over 3 dagen weer een keer moet, ja, dan denk je wel eens bij jezelf, ja, godverdomme, zal ik nou nog wel gaan? Dan doe je toch automatisch, heb je niet de heilige wil.